De NV Luchthavenbeheer organiseert in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid een vierdaagse masterclass training Security Risk Management en Verandermanagement. De training is georganiseerd naar aanleiding van de uitdagingen op het gebied van dreigingen en regelgeving in de wereld en in het bijzonder binnen de luchtvaartsector. De wereld verandert snel, waardoor de toekomst moeilijk te voorspellen is als het om de veiligheid van de samenleving gaat. Danielle Feira, directeur Bureau Nationale Veiligheid, zegt dat deze verandering diverse veiligheidsvraagstukken met zich meebrengt. De ontwikkeling in de wereld heeft ongetwijfeld een grote impact op ons. Denk maar aan de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Elke dag weer zijn er nieuwe ontwikkelingen om de veiligheid te garanderen. Maar er komen ook steeds weer nieuwe dreigingen op ons af. En uitdagingen op het gebied van veiligheid. Veiligheid heeft geen eenvoudige definitie. Het kan omschreven worden op verschillende manieren. Maar één ding is zeker. Wanneer we praten over veiligheid, dan is de mogelijkheid voor een dreiging altijd aanwezig. En daar... Ronald Augustin is de directeur van Code Secure en is gespecialiseerd in Security Risk Management. Augustin zegt dat als de wereld goed beveiligd wordt, dat ook mogelijkheden schept. Volgens Vijay Shutkan, directeur luchthavenbeheer, is deze training noodzakelijk omdat de uitdagingen divers, dynamisch en gecompliceerd zijn. Dan wordt het een business enabler. Dan kunnen we dingen doen op het gebied van security, omdat we de problemen, de risico's goed managen, die anderen en onze tegenstanders en onze competitors niet kunnen. En dan hebben we een voorsprong door security, waar je aanvankelijk als een verdedigende organisatie een aanvallende positie gaat innemen. En hoe? Dat gaan wij de aankomende vier dagen met elkaar doen. We gaan security, risicomanagement gaan we aanreiken en we gaan het andere parallelle traject lopen van verandervermogen. En daarvoor hebben we flexibele, moderne organisaties met professionals nodig om hiermee nu en in de toekomst om te kunnen gaan. Om dit niveau te kunnen bereiken, moeten functionarissen natuurlijk continu getraind worden, waarbij de benodigde vaardigheden en competenties worden aangescherpt. Vijay Chotkan, directeur NV Luchthavenbeheer, en daarvoor Ronald Augustin, directeur van Code Secure. Zij spraken gisteren bij de opening van de vierdaagse masterclass training Security Risk Management. De training wordt gehouden in de vergaderzaal van Ramada Hotel en duurt tot en met dinsdag 26 maart.